Wil je mijn schoenen lenen? Laat maar. Zie je? Ik vroeg of je mijn schoenen wilde lenen. Voor onze tweede kamp Berend zeker. Berend? Meneer Evenheus, weet je wel, van de wijn. Rode wijn, witte wijn. Nou, rosé, champagne, van die dingen. Mm-hmm. Ja. Nou, als je bij hem met gimpen aankomt, dan mis je zeker drie full color paard. Ja, dat maakt voor jouw quotum toch niks meer uit. Maar voor mijn promotie wel. Ach, weet je wat? Reje, maar met jouw schoenen gaat het sneller. Hoezo promotie? Reken daar maar niet op. This lady is a winner. A winner? Marijke Elisabeth Roelofsen, Head of Sales Promotion, Rayon Oost. En sensueel boeket. Ja, en met een verfrissende en subtiele structuur. Je kunt vandaag nog een vaste aanstelling binnenkrijgen, mevrouw Roelofsen. Marijke, santé. Ja, op de goede samenwerking. Berend. Meneer Evenhuis, dit betaalt u voor een full-color pagina-grote advertentie in Le Julien National. Vind je dat een verantwoorde uitgave voor ons huis? Dat vraagt u aan mij? Ja. Nou, daar zou ik niet direct ja op willen zeggen. Berend, misschien wel Esther bij je komen werken. Sorry? Nou, Esther geeft inderdaad uitstekende adviezen. Dank u. Ja, wat betreft de profilering van uw product waar Marijke het net over had. Ja, zo'n campagne waarbij onze exclusieve afnemers in het zonnetje worden gezet. Precies. Nou, die valt misschien een ietsje duur uit. Oh. Maar Berend, je naam is bekend, ik neem toe. Dan kunnen we meneer Evenhuis ook wel adviseren om in Nouveau, de Cosmopolitan en de Ambiance te adverteren. Ja, ja. Failliet gaan naar liefdadigheid. 30% korting als je een koppeladvertentie plaatst. Marijke, wat ben jij allemaal met mij van plan? Marijke, wacht even. Meneer Evenhuis? Zo'n koppeladvertentie is voor u niet echt voordelig. Het bedrag is misschien iets lager, maar de oplage is ook beduidend minder. Kijk, ik heb het hier voor op een rijtje gezet. Ziet u? Het is 375.000 tegen 420.000 bij Le Julien National. Ja, dat klinkt heel interessant, zeg. Santé. Rijden zo goed? Je zoekt het maar uit.